Je was er dichtbij, die eerste wedstrijd, vol op de lat. Maar het was ook eigenlijk het enige hoogtepuntje voor je volgens mij deze wedstrijd. Een moeilijke start. Zeker, ja. Ja, het was een, jammer dat hij er niet in ging meer. Ja, moeilijke start in die zin. Je hebt een hele goede voorbereiding gehad. Ben je zelf verrast dat je hier eigenlijk staat? Verrast niet, want ik had een goede voorbereiding, zoals u zei. En gepresteerd daarin. De trainer zei ook vooraf, toen ik bijkwam als stagiair, zeg maar. Als je het goed doet, de beste, die speelt gewoon. Ik heb het laten zien en helaas vandaag niet. Het is wel vandaag tegen een echte topper in deze divisie. De hartslag zit ook nog hoog. Ik hoor je een beetje hijgen volgens mij. Dat was een pittige strijd, of niet? Het is Katwijk natuurlijk een goede tegenstander. Het was een pittige strijd zeker. Wat maakt het zo lastig vandaag? Want jullie worden niet echt gevaarlijk op die paar afstandsschoten na. Ja, lastige vraag. Goed team. Speelt al lang samen. Het middenveld speelt al lang samen met elkaar. De verdedigers zijn sterk, goed in de lucht, zoals op het einde ook te zien. Die duels winnen we ook niet daar zo, ook al als we hem erin pompen. Het is het begin, maar voor jou persoonlijk, heb jij kunnen laten zien wat je kan? Of was dit een van je mindere wedstrijden tot nu toe in het eerste? Ik heb nog niet alles laten zien wat ik kan, maar... niet gescoord, maar toch wel gewoon prima wedstrijd, vind ik zelf. Redelijk tevreden. Dankjewel voor je tijd. Rust lekker uit, op naar de volgende. Ja, dankjewel. Goed zo. Gaan we meteen door, want Robert Suzanne staat in de verte ook al klaar voor ons. Scoorde.